Maar als je dus heel veel last hebt van vaak blauwe plekken, van donkere kringen in je ogen, is dat wel echt een goede tip. Ja. En we gaan weer door de gate. Lief je toch. Hey, kijk daar een zonnetje zijn. Goedemorgen. Het is maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mijn stem heeft nog geen nieuwe kans gekregen, zoals je hoort. Ik ben nog steeds rete verkouden, dus dat hoor je ook. En ik ben even chihuahuas aan het ontwijken. Lopen daar 1, 2, 3, 4, 5, 6 chihuahuas. Oké, respect. Chihuahuas zijn irritant met uitlaten. Ja, ik heb er zelf één, dus ik weet het. Ik moet hem kort houden en ik moet de baas blijven. Ik ben de baas, ik ben de baas. Oké, ze lopen ook heel langzaam. Nou, taxi, anders gaan wij even de andere kant op. Nee? Ik ben echt een goede baas, zoals je hoort. Bart kwam binnen en toen dacht ik, ik ga snel even taxi uitlaten. Anders dan moet ik straks Jax weer helemaal meenemen en inpakken. Maar als dit weer zo blijft gaan, dan vind ik dat niet zo erg. Dan hoeft hij niet helemaal zijn winterjas aan en zo. Dat scheelt echt, joh, als je baby niet helemaal winterjas aan hoeft. Oké, wij slaan hier even af. Zo, deze flert is gewoon te kort, volgens mij. Dit ziet er echt niet uit. Het hangt er dan zo boven. Het moet echt net even een slagje langer. Even het dagelijkse schommelkwartiertje. Want Jax is zo gek op dit ding. Hij wil elke dag eventjes erin. Onze nieuwe autostoel is binnen. Die andere. Kan je het wel lachen, kijk. Ja, leuk hè. Die andere hadden we geleend. En nu gaan we onze echte proberen voor het eerst. Ja. Nou, kom er maar in. Dus zo staat hij rechtop. Helemaal toppie. Deze dan kan je dan nog een beetje aantrekken. Hè? En dan kun je dus als hij gaat slapen, kun je hem ook nog in de lichtstand doen. Dus dat is super handig. Hoppa! En je kunt deze ook draaien. Nou, dat is handig hè. En dan deze nog uit. Die zijn zeg maar voor extra impact weerstand. En dan super makkelijk eruit halen. Dus niet dat gedoe met natuurlijk helemaal half in de auto hoeven kruipen. Jawel, kijk u eens wat ik zojuist heb opgehaald. De Birena spiraal gaat er weer in bij mij. Ik moet alleen nog even een afspraak maken. En daar verheug ik me niet heel erg op. Hey! Ga je lekker voor in die wagen zitten? Met Jax. Joh, ophoepelen met dat ding. De car. Oké, al het gezonde zit onderin, echt. Ik zweer het. Jax ligt heel even een uurtje te slapen. Althans, nee, hij slaapt niet. Maar het is de bedoeling dat hij een uurtje gaat slapen. En dan kom je in de slaapkamer en dan ligt dus nog allemaal dit. Van wat ik vanochtend aan het doen was. Dus, ja. En wie hebben we daar? Iemand die geen slaapje meer wil doen, hè? Nee! Oh, geef me door. Nee. Het is de laatste tijd een beetje tussenin, zeg maar. Of hij nog wil slapen, dat tweede slaapje. Heel vaak niet meer. Dan gaan we zomaar eten, hè? Ja. Oh, kijk eens, mensen. Dit zijn de allerlekkerste voetjes van de wereld. Dit zijn de allerlekkerste beentjes van de wereld. Ik ben even lasagnette aan het maken. Super handig vind ik dat altijd, want het gaat dan zo de ovenschotel in. En terwijl het dan in de oven staat, kan ik Jola straks halen van de theaterschool. En als ik dan thuis kom, dan kunnen we zo aanschuiven. En in de tussentijd ben ik even snel aan het kijken of ik nog een cadeautje kan hosselen voor Bart. Want Bart is dus morgen jarig en ik heb helemaal nog geen cadeautje. En ik wil iets superleuks. Zo, hij gaat de oven in. Zijn jullie trouwens ook fan van ananas op je lasagne of pizza? Team ananas of team no wedges? Nou, dat zou ik echt niet doen. Laat me weten. Ik vind dit zo'n lekkere combi. Oh ja, en daar is Bart alweer. Dus Bart wil gewoon geen cadeau, denk ik. Hij gaat me niet met rust laten. Het is echt of ik honing en mariet heb. Wat een gezelligheid. Hallo, nou, wel lief hoor, Bart. En dat je het er al hebt uitgehaald, ook handig. Dank je. Goed dat je het er al hebt uitgehaald, want moet dat het zo lang afkoelen? Ja, het leert een paar minuutjes hoor.
ik zag dat je niet meer reed, dus... Wat heb je allemaal te vertellen dan? Allemaal verhaaltjes heb je vandaag. Nee, zijn allemaal een beetje verkouden. Zie je ook aan Jack's neusje, hij heeft een beetje een rood neusje. En een beetje schrale wangetjes van al het afvegen de hele tijd. Kijk eens, die is daar. Hey. We hebben daar een birthday boy. Oh nee, birthday man, birthday man. 39 jongen. Op deze leeftijd moet je gewoon wel aan de havermout met de kwart. En elke dag sporten. En elke dag sporten. Ja. Ja, ja. Ik eigenlijk ook, want ik dacht ik heb een hele vette broek aan vandaag. Maar blijkbaar ben ik iets vetter dan de broek. Ja, kom op. Mooie volle kont. Maar goed, ik heb dus uiteindelijk een cadeautje geregeld voor deze man. Ik ben heel benieuwd, laat even hoeven. Maar ik hou het nog even spannend. Ik laat vanmiddag pas weten wat het is. Want dan is Jola erbij en die wil er ook heel graag bij zijn. En die wil ook nog een cadeautje geven. En verder ga ik gewoon weg straks op jouw verjaardag, schat. Ik heb een afspraak en daarna ga ik nog even naar... Doeklas eventje even kijken. Tuurlijk. Misschien kunnen ze mij meteen vertellen hoe ik die blauwe plek in godsnaam wegwerk. Want hij blijft wel heel lang zitten. Ik word er een beetje gek van eigenlijk. Je doet die zwarte plek. Ja, hij wordt echt steeds donkerder. Maar, dus dat. Zo, ik heb even wat anders aangetrokken. Deze heb ik ooit op de Eihallen gekocht. Maar ik zag net dat die van een Bershka is. Het is jammer dat ik hier niet meer zo'n lange spiegel heb. Ook een soort van nieuw interieur goals. Weer een lange spiegel in de kamer. Oh, shit. Oh yes, ik heb zo'n zin in die dagen dat ik opvang heb voor Jax. Hoe lekker ik ook serieus de momenten met hem vind. En ja, hoe erg ik daar ook van geniet. Na een jaar ben ik hier zo aan toe. Oh heerlijk, even mijn eigen ding, mijn eigen werk. En daarop ook, in plaats van gewoon continu met mijn hoofd bij andere dingen. Dat is ook de reden dat ik echt wil gaan kijken naar een, zeg maar, co-workplace. Zodat ik niet meer de hele tijd thuis hoef te werken. Maar dat vertel ik later nog wel, want ik ben nu super donker. In dit buurtje liggen de roots van mijn papa. Die helaas niet meer onder ons is, maar ja, in deze buurt woonde hij. Dus ik was hier vaak vroeger. En normaal is dit mijn favoriete eetspot, maar nu ben ik hier voor iets anders. In de Hallen. Ik loop weer op hetzelfde plekje. Dat was echt een superleuk gesprek. Hele leuke meiden. Ik was bij FemFab, dat is een mediabureau. En ja, fems, leuke fems. En nu door naar het Douglas eventje. Eens kijken of ik nog iemand leuk tegenkom. I hope it. Ik ga nu ook nog even een foto maken. Want ja, het moet ook gebeuren hè? Voor de Insta Live. Even een plekje zoeken. Ja, ik doe dat gewoon echt heel random, zoals Jola zou zeggen. Heel random. Ik zag net dit muurtje. Is het grappig? Het is wel echt Disney-stijl dit. Maar ik vind het zo azo om de camera op een auto te zetten. Dat kan niet. Dus even kijken. Nou, kijk, dat doen we toch even, hè? Mrs. Instamodel. Nou, dit beestje gaan we gewoon even meenemen. En nou is het doel om hier ook nog even een foto te maken. Want ik vind dit zo leuk. En dat schilderij, dat moet erbij. Dat moet erop. Oké, echt een top plek kies ik uit waar de hele tijd mensen lopen. Nou, ik heb dus een boarding pass gekregen en hier zijn de departures. Wat excited. Oh, ik ga af. Hallo, dankjewel. Hi. Ik krijg een touch up. Jee. Normaal zou je voor deze gaan, zei je. Maar we gaan vandaag wel voor deze. Ja, we gaan gewoon proberen. Ik heb wel een mega blauwe plek opgezet. Die krijgt niemand weg. Wie voor? Oké, let's go. Ik heb de, hoe noem je het ook weer? De Armani
foundation, Power Fabric Foundation Balm. Power Fabric Foundation Balm. Oh, mooi. Je hebt nu echt de Armani Glow. Ja, die glow, ik hou ervan. En weet je wat ik zo mooi vind van die glow? Als je hem alleen ziet wanneer je zeg maar je hoofd beweegt. Ja. Waar het licht op valt, dus ja. Op je hoger gedeelte van het gezicht. Ja, dat vind ik heel mooi. Het licht en daar weer kaatst eigenlijk die glow te hier zo, ja. Is dat mooi? Ziet er meteen gelukkig uit, hè? Ja, ik zie een glimlach, dus dat is het, ja. Belangrijkste. Dat was de 3. En die ander, is dat nog een... Van de... Neo Nude Powder die ik voor de contour heb gebruikt, dan heb je dus nummer 6.5. Oké. Okay. Ja. En als je dat zou willen weten, de E highlight, dus de highlight, die natuurlijke glow, nummer 11. Oké. Okay. Super. Nou, ze gaan toch even proberen om die blauwe plek weg te krijgen. Dat moet dus blijkbaar met persiekleur. Dus ik helemaal vergeten. Denk maar aan als je een donkere kring onder het oog hebt bijvoorbeeld. Dan is een tegenkleur daarvan bij bijvoorbeeld als je een heel licht gelaat hebt, kan dat ook nog eens opmaksel zijn. Ja. Maar jij hebt dan toch voor mij nog net even genoeg warmte erin. Dan gaan we net een stapje verder. Dan heb je een peach kleur. Dus een beetje hieraan kan je denken. Als je het zo laat zien. Kan je dat zien? Maar dit is zo is echt een tegenkleur van blauw. Laat het ook klinkt. Ja, dat moet je juist. Ik dacht al aan groen of zo. Maar dat is voor rood inderdaad. Logisch ook. Maar als je dus heel veel last hebt van vaak blauwe plekken. Nee, nee van donkere kringen onder je ogen. Is dat wel echt een goede tip. Ja. Ja. Dan ga je hem eerst corrigeren. Dan hoef je niet zo'n hele volle dekking te gebruiken van een concealer. Want je hebt van tevoren hem eigenlijk al gecorrigeerd met de peach kleur. Het ziet er nu heel raar uit, maar we laten hem heel even zitten. Ja, even intrekken. Ja, het is dat je het weet, maar anders met sieren niet meer. Iets minder. Dankjewel. Hoe grappig is dit? Ik ga zo even first class. Dit vind ik echt de mooiste kleur. Dit is de Wowie. Hij is echt heel mooi deze kleur. S-N-A. Ja. Heeft u die naam al eerder gehad? En bij de uitcheck zijn we aangekomen. Kijk nou hoe leuk. Die snelomans. En we gaan weer door de gate. Zo, ik moest even in één keer heel snel door. Nu zie ik trouwens pas dat ik ben opgemaakt daar. Vind je het mooi? Daar. Op dat feestje waar ik was. Nou ja, feestje. Event. Kijk, dit hebben ze gemaakt. Zie je dat wat erop staat? Ja. Vet hè? Ja, ik heb geen tijd gehad. Mag ik ook. Rode lippenstift. Ja. Oh. Het is toch maar thuis. Dat is lekker. Eten. Is hij lekker? Ja. Zoals jou, jij, hè? Zo netjes. Dan moet je het een beetje over elkaar doen. Huh? Zo weinig? Nee, je moet het over elkaar doen. Is nee, heel... dit is te weinig. Nee, echt niet. Nee, mama, kijk dan ons verschil. Je moet het beter zo doen. Nee, ik heb bijna niks. Joh, je hebt heel veel. Kom, mama, ik heb bijna niks. Nee, ik heb bijna niks. Heel klein beetje erbij. Voorzichtig. Vinden jullie rood bij mij staan? Bart vindt dit echt verschrikkelijk. Moet hij wel goed zitten. Mag ik even dit? Grappig trouwens, dit koffertje is gewoon helemaal de kleur van mijn auto. Nou zeg. En de fietsen, hè? Hetzelfde kleur. Echt onze kleur is dit. Ja.
Ja, ik zit nog met uit in mijn mond. We hebben eerst even gegeten, maar we gaan Bart een cadeautje geven. Ja, ja. Die kaart had je al, Bart. Ik heb gewoon een oude kaart gebruikt. Ja, omdat er iets in moest. Oh. Oh. Bart, ik lees het op. Bart, je bent heel lief. Ja, dat is dat heb jij geschreven. Het is van vroeger, hè? Oh. Weekendje Rotterdam. Samengesteld door Dies. Dordies met één O. Dordies. Dordies. Oh, sorry. Oh, een weekendje nog wel. Niet eens een dag, een heel weekend. En hou? Of moet het show zijn? En hou. En hou. En hou. En hou. Sweet bij Rem. Koolhaas. Het is dat een... echt een suite. Ja, zoek hem straks maar op, Bart. Oh, foto misschien. Drie gangen diner. In wow, vet! Jezus. Ontbijt in het hotel, 12 uur uitchecken, ergens lunchen, dan naar Elysium, heerlijk. Oh. Ik eten, hier wissel ik meteen mijn eigen cadeau in. Ja, is goed. Dus dit is eigenlijk een samengesteld cadeau voor elkaar. Over na te denken, dat had ik inderdaad. Dan om 10 uur weer naar huis. Wow, dus vrijdag bijna de halve dag, zaterdag en zondag de hele dag. Hoe uitgerust zullen we zijn? PS, oppas is geregeld. Oh, die komt aan huis vanaf vrijdag. Love you forever and always. Oh. Liefje toch. Heel lief. En nu komt het grote... Nee, je zit wat te kijken, hè? Nee. Je hebt het al gezien. Nee. Ja. Nee. Wauw. Super mooi. Kijk maar. Super mooi, liefie. Zo Jonah creatief. Ik weet bij hoe oud ik ben, dus laat ik als je hoe oud bent en wanneer. Kom eens in, schat. Ja, heel creatief, liefie. Het is weer avond. Ik moest nog heel even snel iets afediten, dus vandaar dat ik hier zit. Dat is nu geüpload. Alle dingen erin gezet. Inmiddels is het 10:30. Dus ik ga even snel mijn tandjes poetsen. En dan met Bart denk ik nog 100 kijken. Hij is super blij met zijn cadeau. Ik vind het heel erg leuk dat hij het leuk vindt. Eerst had ik ook nog het idee om een fiets te kopen. Maar ik ben toch wel blij dat ik dit heb gedaan. Want het is toch een ervaring met z'n tweetjes. Toch leuker nog dan iets materialistisch vind ik zelf. En een fiets is ook wel iets wat je misschien toch even zelf goed moet uitzoeken. Dus ja, helemaal zin in. Super leuke dingetjes trouwens ook gekregen in die goodie bag net van Douglas. Heel erg blij mee. En ik zal in de loop van de tijd ook even laten zien. De producten in ieder geval die ik zelf zal gaan gebruiken. En ja, wat ik daar dan handig en mooi aan vind. Dus die zien jullie nog vanzelf voorbij komen in de vlogs. Voor nu, dank jullie wel voor het kijken. Naar deze morgen vieren we Bart's verjaardag nog even verder met de familie en zo. We hebben ook nog geen taart gegeten, omdat we vandaag geen tijd hadden om met familie af te spreken. Maar morgen komen die wel even langs. Dus dan ga ik alsnog even lekker taart halen en zo. Nou, doei doei. Dankjewel voor het kijken. Tot dan. Oh ja, en morgen moet ik ook mijn spiraal laten zetten weer. Wat een ding, hè? Oeh. Rock that joint.